Goedemiddag, kijkers van Kulturo TV. Wij bevinden ons op kantoor bij mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Terwijl we nog even 15 seconden wachten dat de mensen kunnen aanschuiven. Ja. Het is vandaag vrijdag. Goeie vrijdagmiddag. Vrijdag 28 juli. Kijkers van Kulturo TV, welkom bij deze live uitzending. Ja, kijkers. We zijn op kantoor bij mevrouw Van Dijk Silos, Jennifer Van Dijk Silos. We zullen een vraaggesprek met haar voeren. Mevrouw Van Dijk Silos is, zoals u weet, absoluut geen onbekende in de samenleving. Een sterke mevrouw, die altijd haar stem laat horen. Mevrouw Van Dijk Silos, hoe gaat het met u? Goedemiddag. Het gaat met mij, voor mij gaat het, laat me dat zo zeggen. Aan de ene kant mijn privé, persoonlijk leven, werk van mijn normaal van mijn kantoor gaat. Maar algemene welzijn heb ik niet. En dat heeft gewoon te maken met de situatie in ons land, wat we allemaal moeten accepteren. Met moeten accepteren bedoel ik niet dat je het moet slikken, maar wat je ondergaat. Hè? Je hebt daar geen macht op om zaken te veranderen en om zaken tegen te houden. En het is natuurlijk niet prettig, net als iedere burger voel ik het ook. Ik merk ook de prijzen, je hebt totaal geen invloed. Hoeveel je ook verdient, dat je normaal legaal werk doet, wat voor werk je ook doet, je budget stijgt vreselijk. En je moet zwaar gaan budgetteren. Ik denk dat alleen maar de mensen die goud stelen en hout stelen en cocaïne zitten, die overleven. Die kunnen normaal vrij blijven leven op de standaarden die ze al hadden. Maar dat geldt voor de normale burger, die legaal werkt, helemaal niet. Iedereen moet zich aanpassen. U maakte net mee dat ik een belangrijke meeting had met het kantoor. En dat had er allemaal mee te maken. Van hoe gaan we bezuinigen, noem maar op. En wat je vroeger niet had. Weet je, moet je nu wel doen. Want je hele exploitatie stijgt. En stijgt en je kan. Wij zijn niet een kantoor die vinden. Laten we alle onze honoraria ook maar stijgen. Er moet een redelijke grens zijn tot waar je gaat. En dat baart je wel zorgen natuurlijk. En het baart u zorgen, als ondernemer ook, geeft u aan, een kleine ondernemer, precies. Als kleine ondernemers het al zo moeilijk hebben, dan als u kijkt naar de samenleving, de man van de straat, de man in hostel, maar ook de ambtenaar dan, welk gevoel bekruipt u? Ik vind het, dus, en dat heeft ook gemaakt dat ik zo veel gepassioneerd ben geworden om een stem te laten horen. Doet je wel wat? Je beseft dat je een van de bevoorrechten bent. We hosselen niet. Ik ga niet jokken dat we hier hosselen. We hosselen niet. Maar je ziet wel van, hey, als we niet gauw ingrijpen en een aantal maatregelen treffen, dat je aan gaat hosselen, ja. En dat wil je absoluut niet, want dat heb je dus nooit gedaan. En dan vraag je af hoe de mensen overleven. Je beseft gewoon dat ze veel te weinig salaris krijgen. En dat is ook iets waar je mee bezighoudt. Niet alleen omdat ik werkgever ben, maar gewoon in het algemeen met het land. De 80% verdient beneden de armoedegrens. En dat is heel ernstig. En het lijkt alsof de regering zich helemaal niet druk maakt erom. En dan komt er een bericht. We weten toch van een paar maanden geleden 1800 koopkrachtversterking. Nu hebben we ook eergisteren een ander bericht gehad. Koopkrachtversterking komt eraan, weet ik veel. Ook allemaal leugens. Sinds die koopkrachtversterking komt van een jaar geleden tot vandaag, hebben we niets gezien en iedere keer krijgen we weer een ander bedrag.
En het jammere is dus dat het volk het gelooft. Hè. Men houdt het volk zoet. Daarmee is men bezig. Het volk heeft het denkniveau en het bewustzijnsniveau niet om door te hebben dat ze voor de gek gehouden worden. En u haalde daar net een hele mooi woord aan, gepassioneerd. U heeft niet zo lang geleden Passie voor Suriname opgericht. Terwijl mevrouw Van Dijk Silas even een slokje water pakt, kijkers. Ja. U heeft niet zo lang terug Passie voor Suriname opgericht. Ja, precies. Hoe gaat het met Passie? Het gaat met Passie. Kijk, Passie voor Suriname is een maatschappelijke beweging. Het is een maatschappelijke beweging met als doel om het bewustzijnsniveau te verhogen van het Surinaamse volk. Wij hebben als doel dat men door moet hebben wat er met dat land gebeurt. Wat er aan de hand is en vooral hoe zit het met het politiek leiderschap en leiderschap in het algemeen. Want iedereen kijkt naar de politieke leiders en nemen dat gedrag over. Dus er is iets structureels fout aan het leiderschap in Suriname. Of het nou om EBS gaat, of waterleiding, of private bedrijven, daar gebeurt het ook maar op microniveau. Dus we merken het niet direct buiten. Maar wat niet op microniveau gebeurt, merken we direct. Maar laten we niet denken dat het op microniveau allemaal zo geweldig is. Helemaal niet zo geweldig, alleen merken we niet. Wanneer er een uitspatting komt, zoals je dat hebt bij DSB, dan is dit weer niet goed, dan is de directeur weer weg. Dan kan je vermoeden dat er dingen daar gebeuren. Je weet het niet, maar je kan het vermoeden. En een groepje mensen hebben toen, een groepje zijn maar drie mensen geweest. Hikmat Mahawatka, die zijn tussen de ruit, heeft drukke werkzaamheden. Roos en Franklin en ik hebben toen besloten van we zeggen dingen, we schrijven dingen, niets gebeurt. Hoe kunnen we eigenlijk een stempel gaan drukken? Hoe kunnen we invloed hebben op het volk van Suriname? Om anders te denken, om bewust te worden, om een mindshift te maken. En zo is passie ontstaan. En in feite alleen als je een echte gepassioneerde liefde hebt voor Suriname, ben je bereid te doen wat wij nu doen. Ik heb nu ongeveer 100 mensen aangesloten. Officieel aangesloten. Ik moet komend weekend kijken naar die mailtjes, een stuk of 15 weer toevoegen aan ons forum. Dus het loopt. Het gaat traag, want bewustzijnsniveau verhogingen zijn processen die traag lopen. Die krijg je niet binnen een dag en ook niet na dit gesprek. Het moet door de mensen dringen. We hebben dus methodes ook uitgedacht om de mensen te berichten. Daarmee zijn we de afgelopen maanden ook mee bezig geweest. Los dat individuen van ons het een en ander geschreven hebben, wat interviews hebben afgestaan, zijn we ook bezig geweest met onze media, social media kant. Dat gaat nu lopen, dus men zal meer merken aan TikTokjes en YouTubejes dat er een passie voor Suriname bestaat, met verschillende gezichten, niet alleen Jennifer van Dijk Silas. Dat is belangrijk. Verder hebben we voor het eind, in het laatste kwartaal, 3 debatten gepland. De eerste is al op 18 augustus. Zo meteen. Ja, zo meteen. Ik ga een beetje hoesten, want mijn keel is droog. Omdat ik net uit een meeting van 3 uur kwam. En terwijl mevrouw Van Dijk Silas even wat water drinkt, en dan bent u zover? Ja. Oké. We hebben 3 zuilen waarop we ons waarop we steunen. Leiderschap, visie, maatschappij, visie. Dat is onze vision, ontwikkelingsvisie. En als deze 3 zuilen geïntegreerd worden uitgevoerd door een land, door de president van een land, door de regering, dan kan dat alleen maar welvaart brengen. En op basis van deze 3 zuilen hebben we de 3 debatten. Het eerste is leiderschap, is al op 18 augustus. Het tweede moeten we nog plannen welke datum, maar dat zal oktober worden, midden oktober zo. En de derde is ontwikkelingsvisie, komt in de eerste week van december. En deze 3 debatten gaan we compileren aan de hand van de reacties van mensen in een conferentie
dat uiterlijk midden februari georganiseerd moet zijn. Wij hopen dat met deze strategieën we meer mensen hebben bereikt. Want mensen gaan met je komen debatteren, mensen gaan meedoen. En dat we toch wel een sprongetje hebben gemaakt. Dat het bewustzijnniveau verhoogd is. Van het doorhebben wat met je land aan de hand is. En ook het doorhebben wat je niet wil. En het doorhebben wat je wel moet hebben. Daartoe moet het eigenlijk aan het eind leiden. Waardoor je het bewustzijnniveau van een deel van dit volk... Natuurlijk ga je niet alle mensen hebben bereikt. Kan ook niet in die korte tijd. Maar wij zeggen, als we in 2025 kunnen bereiken, dat 20-30% van de kiezerslijst niet traditioneel stemt, maar heel bewust kiest voor een leider, no matter welke leider hoor. Gaat bij ons niet om politieke partijen, het gaat om veranderd leiderschap, veranderde partijinzichten. Daar gaat het bij ons om. En de eis dat men moet hebben op de mensen die jullie, die het volk gaan vertegenwoordigen. Je mag eisen aan welke normen ze moeten voldoen en wat de selectiecriteria zijn. En dat is wat we in deze tijd naar 25 toe aan willen werken. Ja, dat is een heleboel als ik zo naar u luister, mevrouw Van Dijk Silas. Ja, het is veel werk. Ik moet zeggen dat als ik niet gepassioneerd was, want je hebt natuurlijk ook tegenslagen. Dus met tegenslagen bedoel ik niet zo rampen hoor. Maar je hebt altijd wel een tegenslag die je moet overbruggen. Je hebt altijd wel een blokkade. Je leert mensen kennen. Je schrikt van mensen ook. En je merkt ook van, hey, nu moet ik een tactiek gaan veranderen. We bereiken niets ermee en dan moet je weer veranderen. Wij zelf zijn ook in een proces van ontwikkeling, om het zo te zeggen. En dat loopt. Weet je wat prettig is met passie? In alle categorieën van passie zijn de mensen enthousiast. Dus al zijn we... het is ook niet de bedoeling dat wij een miljoenenmenigte worden, hoor. Want de planning is echt niet om een politieke partij te worden. Als dat zo was, hadden we het anders aangepakt. Dan waren we al met gezichten en al en pontificale in alle districten op dit moment. Want mensen denken dat we een politieke partij aan het vormen zijn. En dat is absoluut niet waar. Pas is niet opgericht met een partijpolitieke doelstelling, wel met een politieke doelstelling. En dat is dus dat het land bestuurlijk en alles goed moet gaan. En dat is een stukje policy in de zin van beleid. Hè? Er moet beleidsombuiging komen, leiders moeten dat zien, de partijleiders moeten dat zien. En het volk moet dat zien en het volk moet weten dat de macht bij haar is. Ook daartoe moeten we dit volk bewust maken. De macht zit niet bij Brunswijk, Venetiaan, Bouters, Rusland, neem them, Somaardio, neem them. De macht zit bij het volk. Zij, het volk bepaalt wie ze in de regering en in de assemblee wil. En dat moet men heel goed begrijpen. Als men dat begrijpt, gaat men begrijpen dat je het recht en de plicht hebt om te eisen hoe jouw leider eruit moet zien. En daarom was ik erg blij met dat ding van de VHP hoor. Geen strafblad mensen, punt. No matter hoe het is, geen strafblad mensen. En ik weet dat ik op zere tenen trap nu van bepaalde leiders of leider. Maar het is gewoon zo. Wanneer we geen criteria hebben, wanneer we geen normen hebben hoe onze mensen van de trias politicas eruit moeten zien. En bedoel ik, ik trek het verder dan de VHP. VHP praat over president en vicepresident. Ik praat over de hele trias politicas. De rechterlijke macht moet zuiver zijn. Kijk maar hoe men denkt over het OM nu. Kijk maar hoe men de rechterlijke macht niet vertrouwt met die politieke processen die gevoerd zijn en hier en daar rare uitkomsten zijn gekomen. Ik heb het nu absoluut niet over 8 december proces. Ik heb het ten opzichte van andere mensen. En kijk maar wat er gebeurt in DNA. Er zitten ongeschoolde mensen erin. Ze worden gewoon gedicteerd. Het gebeurt openlijk. Het is gewoon een grote schande. Kijk maar naar de grond frauduleuze dingen van het beroemde project, ben je naam kwijt. Maar je weet welk project ik bedoel. Sabaku-project? Ja, Sabaku-project. Hele DNA zo wat erbij betrokken.
En die minister die zit er nog steeds te stelen en te roven en te frauderen. Nou, dit ding kan niet alleen maar gelden voor president en vicepresident. Je moet clean sweepen binnen de trias politicas, zodat het bestuur integer wordt en iedere keten binnen de trias politicas ook zuiver en integer is. En dat zal zijn uitstraling hebben naar de private sector, naar de bevolking. Waardoor je, wat de cultuur die we nu hebben in Suriname, is dat je moet stelen om vooruit te komen en je moet mensen voor de gek houden, je moet oplichten en je moet frauderen. Bijna normaal. En daar moeten we echt van af, want wij waren niet zo. Suriname was niet zo'n land. We waren geen Wild Texas, nu is het wel zo. En dat is heel jammer, cocaïne, men praat gewoon over cocaïne, balletjes, slikkers. Er zijn mensen die beroepsballetjes, slikkers zijn. Waar het vroeger was dat er enkele gekke jongeren die vindt, ik moet wat meer geld, even snel een balletje slikken en ik kap weg en ik doe het niet meer en trilt. Nu is het normaal. Het is ook normaal dat ouderen het in een koffer zetten. Er is iets verschrikkelijks aan de hand, maar heel ethisch. Moet er zo ontzettend veel veranderen. Dus passie, alleen gaat het niet kunnen. Maar wij willen wel een aanzet geven voor de mindshift die gemaakt moet worden. Zodat andere sectoren oppakken en ermee verder gaat. Waardoor je op een gegeven moment een netwerk hebt van organisaties die bezig zijn dit land te redden. Dus dat hopen we at the end. Ja. En als ik zo naar je luister, dan... Word je ook lid van passie? Dus als ik zo naar je luister, dan komt het erop neer dat het bewustwordingsproces, zoals u eerder aangaf, daarop komt het neer als ik het zo bekijk. Daarop komt het neer en daarom ergert het me als ze vinden dat we politiek zijn, partijpolitiek zijn. Passie heeft geen kleur, geen politieke kleur, geen partijpolitieke kleur. Dus iedereen is welkom. En soms ontdekt men bijvoorbeeld dat er een NDP'er bij ons zit, of een A20'er. Ik weet ook dat er een paar NPS'ers erin zitten. Maar bij ons geldt dat niet. Profileren ons ook niet zo. Maar op de een of andere manier heeft de partijpolitieke mensen hebben het gevoel dat ik hun passie heb. Passie voor een eigen partij om te gaan stelen. Ik heb het niet. I've seen it all. Ik heb het ook niet nodig om te stelen. En ik keur het ten zeerste af dat je van het land steelt. En dat is principieel. Wij zijn bezig met de maatschappelijke beweging. En als de maatschappelijke beweging gaat maken dat mensen gaan inzien, liever maken we onze eigen partij, dat er een netwerk ontstaat van allerlei leden van politieke partijen die samen iets anders oprichten met integere leiders. Dan hebben we ook ons doel bereikt. Dan is er ergens een mindshift gekomen. Dus bij ons maakt het niet uit of als we zien dat de huidige politieke partijen echte mindshift hebben gemaakt, tot één keer zijn gekomen, hebben we ook ons doel bereikt. Passiewerk, dus doelgericht. Doelgericht, ja. We willen die mindshift, we willen die bewustzijnsniveauverhoging. Dat is ons streven. En wat we ook hopen, dus dat intellectuelen, die zijn echt het kader van het land, het inzien en dus ook veranderen op hun werkplek of in het werk dat ze doen. Dat gaat ook helpen. Weet je, je moet niet stil blijven zitten. Dus dat is even leren. Je haalde daarnet een belangrijk punt aan, mevrouw Van Dijk Silas. Je sprak over partijpolitiek. Als u kijkt naar het huidige politiek klimaat van Suriname, er zijn heel wat discussies die plaatsvinden. De kwestie rond de wijziging van het kiesstelsel bijvoorbeeld heeft ook een initiatiefwet ingediend. Als u dat alles zo bekijkt, de bekroning, hebben we laatst een bekroning gehad, reshuffling wordt nu ook besproken. Als u gewoon kijkt naar het klimaat, het politiek klimaat van ons land, wat merkt u zoal? We merken chaos eigenlijk, hè? We merken chaos, we merken geen structuur, we merken dat men niet met het land bezig is.
Men is niet bezig met de ontwikkeling van het land. Men is niet bezig met natievorming. We merken, als je naar dit alles kijkt, hoe men staatsmiddelen misbruikt. Daar heb ik het nu even over die bekroning. $750,000 moet zijn betaald aan Nigerianen. Ik heb het uit de pers, ik krijg het onder voorbehoud. Maar we weten ook dat staatsmiddelen is gebruikt, al was dat niet in de pers verschenen. Er zijn auto's gehuurd, er zijn politie, hele leger politieagenten gebruikt. Torarica is betaald geworden, gehuurd en betaald geworden. Geloof me, Torarica heeft het echt niet cadeau gedaan. En waar komen die middelen vandaan? Wie zit op het budget? En staatsbudget. En dan ga je dan horen. Eén, ik denk wel dat ook dat het oplichters zijn. Omdat waarom zegt u dat zo keihard? Omdat de Ashantehene van Ghana gezegd heeft, wij kennen geen koningen. En deze drie koningen zeker niet. Hij is Ashantehene van Ghana. Zou het weten. Ik vind het een keiharde uitspraak. En ik moet zeggen, waarom misbruikt men staatsmiddelen om te voldoen aan een soort van ego-trip, een zelfbevredigingstrip? Waarom moet je gekroond worden om in je ogen te willen denken dat je nou wat geworden bent? Eigenlijk is het heel zielig. Als iemand zich zo wil profileren, om dan te voelen dat je wat bent. Is er iets aan de hand, al ben ik geen psychiater. Wilt u iets anders zijn, meneer Belfort? Ik denk het niet, ik ook niet daar. We zijn, ik zal het voorzichtig formuleren natuurlijk, de volgende vraag. We zijn allemaal mensen. Ja. En ons land Suriname heeft een grondwet. Als u dit bekijkt, de bekroning van de heer Ronnie Brunswijk, ik zal het gewoon zo goed mogelijk formuleren. De bekroning van de heer Ronnie Brunswijk in lijn met onze grondwet. U bent ook jurist, advocaat. Ja. Als u de twee zaken naast elkaar plaatst. Dus dat klopt totaal niet. We zijn geen koninkrijk. Laten we dat beginnen te stellen. We zijn een republiek. Onze grond, de republiek maakt geen ruimte voor koningen, voor koninkrijken. Onze grondwet zegt ook letterlijk de Republiek Suriname. En dat zijn we uitgediscussieerd. Voor mij is het daarom geen staatsrechtelijke handeling. Voor mij zal de VP nooit majesteit worden of majesteit genoemd worden door mij. Door mij zal ik niet knielen voor die majesteit. Het is een privé aangelegenheid. Ik kan mezelf ook even, als ik veel geld heb en ik wil het vermorsen, kan ik ook een paar dingen doen en ik ben koningin geworden. Dan mag ik. Ik wil dat. Maar ik ben dan koningin voor mezelf en voor de mensen die het willen accepteren. Daarom moeten we er ook niet veel aandacht meer aan besteden. Iemand had zin, en dat is de VP, had zin om zichzelf een kroon te geven. Zo moet je het zien. Hij heeft het georganiseerd. Later, maar wat walgelijk is, is dat hij voor zijn behoeftebevrediging staatsmiddelen gebruikt heeft. Daar is waar ik kritiek op heb. Belastingcenten? Belastingcenten van ons, van mij, van u. We werken toch niet zwart. En dat vind ik ernstig. En wat ik nog ernstiger vind, is dat die president ook nog met fake koningen op gaat passeren. Wat gebeurt met onze president? Misschien komen er straks ook prinsen uit India. Dan wordt hij ook een prins. Ik weet het niet of dat de voorbode is wat ik eruit moet halen. Maar de president van de Republiek Suriname moet dit land wel waardig uitdragen. Dat is wel mijn harde eis. En ik zie geen waardige uitdraging als je met twijfelachtige koningen op de foto gaat. Ik vind dat vrij ernstig. Vrij ernstige zaken, geeft mevrouw Van Dijk-Silos aan. Een ander punt waarover ik het graag wil hebben met u vandaag is de reshuffling
We hebben gemerkt van de vicepresident die gaf aan dat de VLP nog niet ready is om te reshuffelen. We hebben de president gisteren gehoord die geeft aan dat er geëvalueerd wordt. Wel of geen reshuffling is een beetje twijfelachtig. Daarnaast zien we dat de minister van... Ik som even de feiten op mevrouw Van Dijk-Silas. Daarnaast zien we dat de minister van TCT zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld. Die drie feiten naast elkaar gelegd. Ja, komt er wel of je reshuffling mening daarover? Het hele reshuffling verhaal geloof ik niet. Ik geloof overigens niets van wat de president of de vicepresident zeggen hoor. Ik ben China Baribi. Ik moet zien dat het gebeurt en dan pas geloof ik het. Weet je waarom? We wachten alle jaren op reshuffling, dat weet je toch nog. Uw memory is toch niet kort. We hebben een rare pokkie verhaal gehad en dat was het. En een Walden verhaal, dat was het. Maar reshuffelen is reshuffelen. Is niet iemand weghalen die je irriteert. De VP zegt met veel bravoure, de namen van mij zijn al naar de president. Moet ook naar de president gaan, want hij verleent het ontslag. Dus dat stukje begreep ik. En dan zie je dat die president zegt, ik ben nog niet zo ver met reshuffelen. Je voelt aan dat we weer finaal voor de gek worden gehouden. Dat is mijn conclusie. Je voelt het aan. Die ene zegt, ik heb al namen gestuurd. Die andere zegt, ik wil eerst evalueren. Er wordt niet afgestemd. Het is een demonstratie. Als dit allemaal waar zou zijn of is, is het een demonstratie van hoe men langs elkaar heen werkt. Dat ze niet samen doen. Het is gewoon een poppenkast. Ik zie eerder weer het volk een kluifje geven om je rustig te houden. Om die ontevredenheid op een onechte manier weg te halen. Dat zie ik. De brief van meneer Jubitana. Hij zegt een paar markante dingen in die brief. Helaas belang, koop van mijn land. Zeer markant dat hij op die manier afscheid neemt. Persoonlijke redenen? Persoonlijke redenen. Niets te maken met reshuffling, dat zegt hij ook erbij. Ik weet niet wat die redenen zijn, maar als ik naar die brief kijk en ik ga het zin voor zin analyseren, dan zeg ik, misschien moeten we applaudisseren voor Jubitana dat hij iets niet heeft willen doen dat helemaal in strijd is met het belang van het land. Want hij heeft het over, ik hou van mijn land, het belang van mijn land. Zoiets, niet deze woorden, maar daar komt het op neer. En dat was voor mij een signaal. Hij wil iets bepaalds niet doen. En hij gaat het niet onder druk doen. De vicepresident die ontkent dat er spanningen zijn. We hebben begrepen vanuit de pers, ook bij de Raad van Ministers vergadering van afgelopen woensdag. Als er spanningen waren tussen Jubitana en ik, had ik hem al lang weggejaagd, geeft de vicepresident aan. Ja, die stoere taal van hem moeten we niet meer onder de indruk van zijn hoor. Ik denk dat Jubitana me een klapje vergeven met die brief. En dat is zijn reactie. En zogenaamd heeft hij een politiek goede uitspraak gedaan. Dat denkt hij. Dat verbeeldt hij zich. En met die stoere taal wil hij indruk maken. En je moet tussen de regels doorlezen van Jubitana. En als Jubitana, als we gewoon kijken naar zijn 3 jaren ministerschap. Hij is niet een van die ministers met bravoure. Hij heeft wel, of het goed is gegaan of niet goed, laat ik in het midden. Maar is wel een minister die respect heeft afgedwongen met zijn gedrag, met zijn woorden, met de wijze waarop hij met stakeholders omgaat. Laten we eerlijk zijn. En dan case SLM? Ja, daarover heb ik het. Rustig. En dan is hij dan geen hoogvlieger geweest. En misschien kon hij niet hoog vliegen, want andere mensen willen het voor je bepalen. We weten wel hoe autocratisch de president en de vicepresident zijn. Zijn beide twee autocratische mensen. Dus ik denk dat Jubitana, als ik zijn brief een beetje in mijn hoofd heb, dacht, en nu heb ik genoeg milieu en een mangmoren. Ik ga eruit. Ik denk dat het zoiets is. En ik stel de vraag, omdat u natuurlijk, u heeft ook gediend als minister.
En als u de uitspraken, niet alleen van de vicepresident, maar over het algemeen, de uitspraken die gedaan worden binnen de regering door functionarissen, de ministers, de president. Wat gaat er in je om als je dat merkt? De communicatie tussen de regeringslieden? Dus denk inderdaad, hè, je komt zelf uit een soort constellatie, maar uit een constellatie die helemaal niet zo ging. En een constellatie met een president, wat je ook van hem kan zeggen, ik denk dat elke minister onder hem het kan bevestigen, is wel een president die wel met enige respect zijn ministers behandelde. Ik heb niet meegemaakt bij anderen, ook niet met mezelf. En als het was gebeurd, zouden de anderen roddelen toch? Hij perpresbokt niet of weet ik veel wat. Of is de keer gegaan onbeschoft, ik wil het niet meer nemen. Niets van dat soort dingen onderling. Waardoor je kan concluderen dat het ook niet gebeurde met de andere ministers. Dus, en als ik kijk bijvoorbeeld hoe de vicepresident in het openbaar, de minister van Justitie, enige tijd geleden, in verband met veiligheid, persconferentie, die minister gewoon desavoueert om zo op het niveau van de minister, wat daar besproken werd, is des ministers, is niet des vicepresidents. Elke minister heeft zijn autonome bevoegdheden wat bestuurlijke betreft en autoriteit ook. En ik heb nooit meegemaakt dat Bouterse of Adin zijn gaan bemoeien in een persconferentie en bemoeien met de uitvoering. Ze bemoeien wel met die uitvoering hoor, maar niet in het openbaar. De minister wordt geroepen en het wordt met je besproken om te kijken of je dat beleid kan uitzetten of niet. En dus dat gebeurt achter gesloten deuren. Maar dit zo openlijk, ik keek ernaar en ik denk, boy, boter ze bedoel aan die sangamiwalisie, dan ligt dat pas persconferentie aan Zambobos. Want ik zou de vicepresident of de president op zijn plaats zetten. Je moet mij niet komen desavoueren. Wat doet die minister van Justitie? Kijk ik ook met grote ogen aan, want dan dacht ik aan mezelf. Commandeert die KC, die korpschef, dus de frustratie die hij heeft ondergaan, poneert hij op die korpschef. Ik zeg, mijn god, de korpschef is nou net een persoon, een functie, een functionaris, die je zeker naar buiten toe met heel veel respect moet benaderen en behandelen, omdat die korpschef wat betekent in de bewaking van die rechtsstaat. En heeft de heel korps onder zich. En je moet insubordinatie niet uitlokken naar die korpschef. Wederzijds respect. Ik ben geschrokken. Door die korpschef, door die minister een commando kreeg en die schaap het ook weer deed met zijn ondergeschikten. Wat daar werd geëtaleerd is van hoe verkeerd die verhoudingen zijn. In dat kleine stukje persconferentie wat we hebben gezien. En het moet ons niet verbazen als het op alle fronten zo gaat. En de man van de straat, de burgers thuis, als je het zo bekijkt, dan kunnen we stellen dat het allemaal te maken heeft met het ontbreken van wederzijds respect tussen de regeringslieden? Ja, dus het heeft te maken met niet weten wat je vertegenwoordigt als vicepresident, niet weten wat je vertegenwoordigt als minister en wat je absoluut niet moet doen met je ondergeschikten in het openbaar. Nooit niet, maar zeker niet in het openbaar. Want je moet respect verdienen. Want kijk, je moet nagaan, als je kijkt, de pers gewoon leest, dan zie je dat de mensen van Justitie en Politie geen respect hebben voor de huidige minister. Die dingen die ze zeggen, wat politieagenten soms opritsen, gewoon zo. Ik ben minister ook geweest, hebben dit soort dingen niet van me gezegd. Maar ik werd benaderd en ieder ook met respect. Zelfs de schoonmaakster werd met respect behandeld. Want ik wil gerespecteerd worden. Dat betekent dat ik je respect moet geven. Maar je respect dwing je niet af. Je intimideert en dat is geen respect. En wanneer die intimidatie te veel wordt, krijg je disrespectgedrag naar je toe. En het aanmelden van een minister binnen 5 seconden?
Nou ja, nee toch, dat doe je niet. En dat doe je zeker niet, niet eens met je secretaresse doe je dat. Ik bedoel, hoe wil je hebben dat die vrouw of die man met plezier voor je werkt? Als je ze dirigeert. Wat is dat? Machtsvertoon is de 18e eeuw, hoor. We zijn nu in de 21ste eeuw. Het is niet meer van deze tijd. Je gaat op een andere manier met elkaar om. Ik zei altijd op Juspol, we zijn een team. Jullie mogen allemaal mijn appnummeren appen en mogen afdelinghoofden en zo. Je kan het navragen. Wij zijn een team. En ik ben de eerste onder de gelijke. Ik heb nooit mijn directeur als ondergeschikte behandeld. Of mijn OD of mijn hoofden. Nooit. Als ik pinnig werd, dan werd ik geen respect gegeven. En dan word ik pinnig. Ja, dan ga ik terug batsen. Ja, mevrouw Van Dijk, Silas die behandelt iedereen met respect. En terwijl ze even wat water pakt. Mijn andere zaak die zich afspeelt binnen de samenleving is de kwestie rond de diverse bevolkingsgroepen, de eenheid bewaren tussen de groepen. We zijn een multiculturele samenleving. We hebben onlangs een situatie gehad tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar op het plein. Heeft u dat kunnen volgen? Dat van minister Bronto en Marufno. Ik heb het kunnen volgen en het enige wat ik kon voelen is alleen maar walging. Walging voor een minister die zich verbeeldt dat hij de intellectuele eigendom van iemand kan schenden. Dat is een klap in het gezicht van de artiest. Die minister zelf is een Javaan. En als deze Javaan niet begreep wat de Rahmat Ahmadstam betekent in die samenleving, wat qua artisticiteit en hoe Rahmat Ahmadstam zijn legacy is in die samenleving. Niet alleen om bij de Javanen. Hij heeft altijd de liefde van voor dit land bezongen. En nog meer toen hij naar Holland vertrok. En toen Rahmat overleed, hebben niet alleen Javanen gerouwd. Hij had best wel respect moeten tonen voor dat stukje intellectuele eigendom en nalatenschap van Rahmat. En wat ik nog ernstiger vind, ik wil niet aan die jongen zijn brood komen, want ik hoor hij werk voor Bronto, dat hij die opdracht niet moeten nemen. Als hij wist dat hij dat lied van Rahmat niet mocht zingen zoals het moest, dat hij moet zeggen, dan laten we een ander lied zingen. Ik heb respect voor mijn broer en ik kom niet aan de intellectuele eigendom en legacy van mijn broer. Dan toon je dat je ballen hebt, laat me het even zo ruw zeggen. Hij had het moeten weigeren. En dat ding van, ik zing een lied wat is afgesproken, maar ik zing dat lied, die ene zin toch maar. Ik bedoel, dat is toch een poppenkast? Je kan er wel alles op Bronto zetten, maar ik zet het ook op Marouf. Het meer respect moeten tonen voor Rahmat, zijn broer, die hij eert, dan een minister die hem een gekke opdracht geeft. Zeg gewoon, minister, ik heb respect voor Rahmat. Het is zijn legacy. Ik ga het niet verdoezelen. Ik ga dat lied niet zingen. Je bent niet verplicht dat lied te zingen. Er is heel veel kritiek gekomen op die gebeurtenis, mevrouw Van Dijk Silas. Ja, dat lied wordt nu vrijwel elke dag afgedraaid op de diverse radiostations. Ja, dat is op zijn zenuwen te werken, hoe slecht alles hier gaat. Als minister Bronto niet wil horen dat het slecht gaat, het gaat goed met hem, ja. Hij eet uit staatskas. Alles van hem is gratis. Het gaat prima. De rest pinaart als krabben. Echt waar. Dit volk pinaart. En om zo te handelen heeft die minister niet eens door. Dat hij bewijst dat hij geen empathie heeft voor dat volk. Hij respecteert die pina van ze niet. Daarom wordt er ook niets gedaan aan die pina. Dat is wat er gebeurt. Het is een vicieuze cirkel. En dat was een demonstratie van neerkijken op dat arme volk. Want je erkent niet dat dit land pinaart. Allerlei dingen, als je het goed gaat analyseren. Ook psychologisch, sociologisch, alles. Is het vreselijk manifest geworden dat de regering een minachting heeft voor dit volk. Dat lied waarin Rahmat de liefde voor zijn land en zijn volk bezinkt. En ze troost met Aten Contranga. Maar hij troost dit volk. En die minister dat afkeurt. Nou heeft de regering gebroken. Al zou men nog denken dat deze regering van mensen houdt. Van het Surinaamse volk houdt. Iedereen weet nu
dat deze regering niet van het Surinaamse volk komt. Want ze hebben geen oog voor die pina die zij ook mede hebben helpen veroorzaken. En we hebben ook gezien dat na dit voorval dat de minister een gesprek heeft gevoerd met de artiest in deze. En dan nog merken we dat niet alleen Jan van Anden, maar iedereen zingt dat lied zo dagelijks mee. In de bussen kan je het ook horen. Het is een Surinaamse icoon, hè? In die artistieke wereld, gelukkig, bestaat er geen racisme en etniciteit. Dat zie je ook aan Bai, James Ramlal is nu overleden. En hoe die jonge Ramkelama die zingt. Is ook, ik ben ook een fan van hem, want hij zingt heel niet staan. Zijn liedje zo fantastisch. Een legend. Ja, hij is een legend. Rachmat is één van ze. Lieve Hugo. Onze legends. Ja. Deze mensen zijn iconen van je land. Dat, die laat je met rust. Die laat je met rust. Daar kom je niet aan. En daar is hij goed. Want deze mensen denken heel racistisch. We hebben een racistische regering. Dat durf ik te zeggen. Een regering die het land verdeeld heeft in Marons. En Hindustanen, die Afan heeft niet zoveel invloed in die regering. Anders hadden we die scheiding ook duidelijk gezien. Moeten ze zich niet gaan verbeelden dat het volk mee is gegaan in dat racisme, racistisch beleid van ze. Dat verbeelden zich ze nu. En dat is het incident met Mourouf bewees dat. Dat wat de Rachmat betekent voor Suriname. Kom maar lieve Hugo, no? Durf van lieve Hugo te komen. Durf van Ramkelawan te komen. Heel Suriname gaat gillen. Niet alleen die Hindustan, niet alleen die Blakke man. Heel Suriname gaat gillen. Het zijn iconen. Dat als niemand aan Dobro kan komen. En niemand kan aan Srinivasi komen. Niemand kan aan Michael Slory komen. Deze mensen zijn barbaren. Sorry hoor. Als, maar verontschuldigingen alvast voordat jullie me komen halen met A10. Maar het is gewoon zo, het zijn cultuurbarbaren. Wanneer je empathie hebt voor je land, je hebt empathie voor de culturele waarden die we hebben, dan gebeurt dit niet. Hoe we hier ook samenkwamen. Toen we hier ook samenkwamen, laten we dat niet vergeten, hoor. Laten we dat niet vergeten. Dit is, dit is het. Ze hebben de natie kapot geslagen. Ik weet zeker dat u het met me eens bent. De natie Suriname bestaat niet. We huilen voor de India-vlag. We geven onze award zomaar aan de president van het land die het niet mag accepteren van het land. Ze wil het ook niet. Ze heeft het ook niet genomen zo. En je kon op die foto's zien dat ze die doos met de award bijna niet wilde vasthouden. Het is verboden in de grondwet van India om haar hoge burger, dat haar hoge burgers dat soort dingen accepteren van andere landen. Wat ik fantastisch vind van India. Hoor. Ik hoorde het ook voor het eerst bij dit voorval. En toch dring je onze nationale award op. Met een doos. In een doos. Je desavoueert mijn nationale award. Je laat die vrouw ook staan voor onze vlag. In plaats van dat jij als president van dit land trots staat voor je vlag. Gewoon die ene foto heeft me boos gemaakt. Toen ik al die dingen zag. Dit zijn de dingen waar mensen op moeten letten. Suriname ziet niet, de Surinamer ziet niet hoe we consequent beledigd worden. Je kan als president ook niet als een dief in de nacht even vliegen in een KLM-toestel naar een land. Je bent president en je gaat niet zomaar weg. Je gaat naar een staatshoofdenconferentie. Ik bedoel, wat is dat? Je reed niet naar Lelydorp, van Lelydorp naar de Republiek. Ik bedoel, meneer Belfort zijn dingen die mij opwinden en tegelijkertijd verdrietig maken. En laten me inzien en daarom passie. Ik zal er allen aan doen om onze doelen te bereiken. We hebben binnen passie gezegd, in 25 bereiken we ons doel niet, het is te kort. 2030 moeten we het bereikt hebben. En ik weet van mezelf, is 2030 misschien in de berekening, dan moet ik weg, dan zit volk hopeloos. Maar ik zal alles doen om ervoor te zorgen als we minstens 60% bewustzijnsniveau verhoging hebben. Vooral bij de young professionals, die zijn mijn hoop. De 40-jarigen plus zijn 35 naar 40-jarigen, de young professionals.
die zijn mijn hoop voor de toekomst van dit land. Het zal een moment komen dat passie zich ook op hun zal richten. Zij moeten overnemen, zij moeten die fakkel overnemen. Ik praat niet over jongeren, laat mensen me niet verkeerd begrijpen. Ik praat over young professionals, over die groep. Want die wordt geacht dat niveau te hebben om te kunnen leren om over te nemen. Die moeten in beweging zien te komen. Zij zijn de toekomst van het kader dat nu aan het vergrijzen is. En ter afronding, mevrouw Van Dijk Silos, u noemt daar twee woorden in een bepaalde zin, wordt geacht. We hebben gemerkt dat er ook een discussie is losgebarsten na de uitspraak van het Constitutioneel Hof. Ja. En dan hoor je het aan de ene kant, dus moet ik zeggen, ja, er staat wordt geacht. Ja, dus, en die persoon dus, beroept zich op zijn wetgeving. Precies. En, dat is compleet fout, kijk. Ik heb één keer die discussie gevoerd. Ik dacht op Radio Tamara, het is uitgelopen dat de fixer u ziet. Een tweede keer ga je niet misdragen. Dus. Maar ik wil wel uitleggen, de tweede keer dat ik ermee geconfronteerd werd, dat die dat weer zei, was bij, ik weet niet meer hoe die radio, dat radio zat. Ik ben niet al bij Reggie Simpson, dacht ik. En ik ben niet erop ingegaan. Ik heb alleen maar gezegd, laten we niet opnieuw beginnen. Want ik heb een andere mening. En laat mij nu eindelijk zeggen. Heel rustig, waarom ik het niet eens ben met meneer Owen Venlo. In die zin van artikel 144 lid 3 staat, niet letterlijk hoor, maar 80% letterlijk wat ik nu ga zeggen. Als het constitutioneel hof tot het oordeel komt dat een deel van die wet of gehele wet in strijd zijn met de grondwet. Of internationale, internationale bepalingen worden ze geacht onverbindend te zijn. Elke jurist die in de praktijk werkt, die met de rechtspraak bezig is, ook op de universiteit, weet dat wanneer je geacht wordt, dat het is, dan is het gevolg. Onverbindend. En waarom staat het woord geacht? Het is al eenmaal gebeurd dat het woord er staat. Dat wist je niet meer weg. Snap je? En misschien had de wetgever ook kunnen zeggen, dat is het nietig. Kan ook. Men heeft gekozen voor gewichtige woorden. Maar het is eigenlijk geen discussie onder juristen. Als er ook in die wet staat van constitutioneel hof, het oordeel kan je absoluut niet gaan vertalen naar advies. Anders zou er staan het advies. En er zou ook moeten staan, is het bindend of niet, dat advies. Dan weet je ook wat het rechtsgevolg is. En dit soort dingen, wanneer wetgevingsjuristen, eigenlijk met de materiële jurist, dat ben ik, in discussie gaan, krijg ik meestal het gevoel van, oh je mond, want hij is te weinig met de rechtspraak bezig en juridische literatuur om niet goed te beseffen hoe geacht geïnterpreteerd moet worden. Je hoort die discussie ook niet uit andere monden komen. Komt maar uit die ene mond die zich daarop beroept een wetgevingsjurist te zijn. Maar het heeft te maken, dat is het niet. Het is een terminologie binnen het recht en wanneer dat wordt gezegd, dan begreep men. Het wordt geacht onverbindend te zijn, dus het is onverbindend. Klaar. De uitspraak is duidelijk. De uitspraak is helder en duidelijk. Je ziet ook anderen niet twijfelen. Ja. Ze hebben ABOP even laten twijfelen, want ABOP heeft toen die gekte in het begin overgenomen. Totdat hun juristen waarschijnlijk hebben gezien van, het is fout. Dit is het. En als je kijkt naar de huidige stand van zaken rond de wijziging van het kiesstelsel, heeft een zaak aangemaakt tegen de staat Suriname. Om eigenlijk de regering, hoor, we gingen het meer om de regering dan om DNA, want het is de taak van de regering. En DNA, die zijn wetgever, maar de regering moet het voorstel indienen. Om de regering te prikkelen, om snel te doen. Tjan zeg. Maar hij heeft ons toch beloofd 15 mei, is er een voorstel in bij DNA?
We leven nu, 28 juli zei u net. Het is er nog niet. Er moet nu al kiezersregistratie plaatsvinden van het binnenland. Ze kunnen niet beginnen. Ze kunnen bepaalde dingen niet voorbereiden. Ze kunnen het kiesbesluit ook niet wijzigen. Als je niet weet hoe het gaat werken. Als je niet weet welk stelsel het is. Dus toen dacht ik, laat me gebruik maken van mijn rechten op grond van de grondwet. We kiezen DNA. DNA drukt de volle soevereiniteit uit, dus de wil van mij. Dus ik heb een recht om naar de rechter te gaan. Om het af, om niet af te dwingen, om ze te prikkelen. Wat te doen. En toen viel het me op dat er vrij veel initiatief werd. Zo kwamen de paddenstoelen uit de grond. Het is me ook opgevallen dat las, ik was daar blij om, dat de voorzitter van DNA al commissies maakt. Dus het werk is wel al ingezet. Alleen vind ik het jammer dat voor zo'n wet er een initiatiefvoorstel moet komen. Deze regering kan weggaan. Die verantwoordelijkheid nemen ze niet op zich. En waarom doen ze het? ABAP is er tegen. En waarom kan die RVM dat besluit niet nemen? Er zijn meer VHP-ministers dan ABAP-ministers. Wat is dat? Dat springt ABAP uit die regering als ze niet eens zijn. Maar jij moet tonen dat je die rechtsstaat respecteert. En dat je dat hof respecteert. Dus je doet het wel, het is principieel voor het land dat die rechtsstaat wordt gerespecteerd. Maar dan zie je dat de president volgens mij ook erg blij is. Dat het zo gaat. Dus zogenaamd, ABAP blijft bij me, ik heb niets gedaan. Het is gewoon een spel. En dan gaat ABAP zijn dingen indienen. En VHP, NDP laat ik even erbuiten, die zitten niet in de coalitie. Om wat te doen om ons voor de gek te houden. Dat ze werken. Wat denken die mensen dat we even dom zijn als die analfabeten van DNA? Die daar zitten, sorry dat niet iedere DNA-lid is een analfabeet. Ik zeg het even in het algemeen. Maar dat zijn we niet. Dat spel hebben we door. Dat spel hebben we door. De echte wetgever moet aankomen voor zo'n belangrijke wet. Je moet het ook niet overlaten aan een initiatief. Want wat er nu gaat gebeuren, alles initiatiefvoorstel. De president moet het nog bekrachtigen, hè, om het te laten afkondigen voordat het een wet wordt. Dus meneer Balfour is alweer voor de gekhouderij. En ik zeg aan dit volk, als het gaat om de kiesregeling, zit niet passief thuis te wachten. Dat is alles wat ik zeg. Voordat je hoort, ik ruim mensen op, ik moet in de gevangenis. Maar ga niet passief zijn. We praten over de democratie van dit land. En dat moeten we met hand en tand beschermen. De democratie van ons land met hand en tand beschermen, zegt mevrouw Van Dijk Silos. We zien dat de president deze week een meeting heeft gehad, deze keer, met alle verkiezingsactoren. En daarbij heeft hij de opdracht gegeven dat alle verantwoordelijken worden overgebracht. En ja, ongeacht welke kiesregeling er uiteindelijk komt, er moeten goed georganiseerde, eerlijke en transparante verkiezingen komen, lees ik hier. Goed nieuws. Willeloze uitspraak van die man. En de vraag is natuurlijk, moet de president, meneer Balfour, wat voor land leven we? Wie is de minister die verantwoordelijk is voor verkiezingen? Bronto. Moet de president dit doen? Wat voor rommel, wat heeft deze president gecreëerd voor zichzelf? Dat hij het werk van ministers doet. We zien hier enkele ministers op de foto. De minister van Volksgezondheid, Onderwijs, Openbare Werken. En de directeur van Binnenlandse Zaken. Maar niet minister Bronto. En de verantwoordelijke, maar de directeur van Binnenlandse Zaken, hij laat zich vertegenwoordigen, zeker. Dus, ik bedoel, dit is een demonstratie weer dat er iets aan de hand is. En de president heeft dit gedaan. Weer een politieke set wat niet klopt. Doe wat je moet doen. Roep een regeringsvergadering bijeen. Zet, maak jij een voorstel voor een wet voor mij, maar als Binnenlandse Zaken het niet wil doen. Neem die wet aan, amendeer het. Stuur het naar de staatsraad. Laat ze snel werken. En stuur het naar de assemblee. Dat is wat de president niet moet doen. Niet komen praten met zogenaamde stakeholders. Wie zijn die stakeholders? Op dit moment zijn de stakeholders de organisatie, dus Binnenlandse Zaken,
OKB Centraal Hoofdstembureau. Wat kunnen zij doen als die wet niet bestaat? Niets. De organisatie kan niets doen, ze weet niet hoe ze moet gaan organiseren. OKB kan niets doen, want die wet is er niet. Er komen dus geen verkiezingen. CAS kan ook niets doen, want er komen geen kandidaatstellingen enzovoort. Ik weet niet waarom die man mensen voor de gek houdt. Ze houden allemaal van de mensen voor de gek te houden. Dus als ik zo naar je luister, dan is er, heeft Passie nog heel veel werk om de kiezers, het volk, bewust te maken. Passie heeft heel veel werk. We weten ook dat we te laat zijn begonnen. Ja, ik bedoel, als we vanaf 2020 waren begonnen, waren we wel zover. Maar dingen komen altijd op zijn tijd. 2020 was Passie weggejaagd of zo, ik weet het niet. Of ik zat in de bak of zo kan. Dus dingen komen op zijn tijd en daarop moeten vertrouwen. En iedereen van Passie is zich ervan bewust dat we onze doelen niet compleet gaan bereiken. Maar wat we wel kunnen bereiken is 20%, dat is onze goal. 20-30% van de kiezers moeten anders stemmen. We hebben een andere uitslag. Dat is het. En als laatste onderwerp, mevrouw Van Dijk-Silos. U bent op 23 mei 2019 geïnstalleerd als leidinggevende. Als we praten over de uitvoering van de National Risk Assessment. Niet lang na het aantreden van deze regering, dacht ik, bent u vervangen geworden door de heer Roy Bannet-Pandey. Kunt u dat beetje uitleggen voor de kijkers? Wat precies is gebeurd? Toen de regering kwam in 2020, was ik het eindrapport al aan het schrijven. Kunt u het misschien uitleggen voor de kijkers? Ja, laat me het uitleggen. Dus het einde van dat project was in zicht. Ja. Ik heb het rapport geschreven, geëdit, alles. En 1 maart 2021... aangeboden aan de centrale bank, mijn coördinator, die dan weer verder heeft aangeboden. En wat meneer Bannet-Pandey is coördinator van een project implementatie unit. Dat project, die PIU, dat is die groep, ik weet niet, wat is er aan de hand, wat is gebroken? Die unit die moet zorg voor dagen dat het strategisch document komt. De aanbevelingen, wetten, woorden en weet ik veel wat. Om te voorkomen dat we blacklisten. Want er moet heel veel worden gedaan. Maar nu weten we ook, het heeft ook in de krant gestaan, dat de regering een consultancybureau Kroll heeft ingeschakeld. Voor een aantal miljoenen dollars. Ik dacht 10 miljoen dollars, US dollars. En die moet het strategisch document maken. En zij moeten ook een raad 2 maken. Maar nu zijn we in 23. En van mij is dat midden 2020 doorgegaan. Dus dat is nu weer de achterstand in informatie. Dus een raad 2 en een strategisch document moet gemaakt worden. Ik denk binnen een jaar. Want de regering heeft 1,5 jaar gekregen om te werken aan haar aanbevelingen en NRA 2 en om zodoende die blacklisting te voorkomen. Ik hoop dat alles goed gaat. Je hoopt dat alles goed gaat. Ik heb begrepen dat we nog een achterstand hebben als we praten over de aanbevelingen, de zaken die we nog moeten doen. Ze hebben gewoon niets gedaan, zo simpel is het. Ze hebben het niet aangepakt. Terwijl in mijn rapport het format zodanig was gemaakt dat ze konden copy-pasten. We hebben nog een tal van wetgeving nodig. Een van de belangrijke wetten, wat stond gisteren op de agenda. Maatregelen nemen, alles staan in die recommendations van me. Weet je, dus op alle gebieden waar dat onderzoek over is gegaan, zijn er tientallen aanbevelingen. En daar hebben ze niets van aangeraakt. Kroll zal het waarschijnlijk doen. Dus en Kroll heeft honderden mensen over de hele wereld werken, of duizenden misschien. Dus toen Kroll er was, heb ik ook een gesprek met ze gehad. En zo, vandaar dat ik weet dat ze het aanpakken. Ik weet niet of het contract echt al getekend is, dat weet ik niet. Want dat is niet in de pers gekomen, dus dat weet ik niet. En u blijft het op de voet volgen?
we moeten het volgen. Want als die blacklisting komt, met die economische crisis gecombineerd, dan weet ik niet of het, dan worden we echt Haiti en Venezuela. Nu, als het financieel systeem kan in elkaar storten, hè? Het gaat instorten, ja. Het is ook al 3/4 ingestort of zo, ons met moeite overden. En dat is ook, dat is gebleken uit mijn NRA-onderzoek, de hoeveelheid aan informeel geld, onze informele economie is, dacht ik, 2,5 keer groter of 3 keer groter dan de formele economie. Dat houdt ons in leven, de drugsgelden die rondzwalken, de ontdoken belastinggelden die rondzwalken, de diefstallengelden, de illegaal goudgelden, die houden ons in leven. Het is niet goed. Het is niet goed. Je ziet ook dat het land niet vooruit komt. Maar enkele mensen worden schatrijk. Friends and family? Friends and family, veel corruptie. Je hoort ook van huizen die cadeau worden gedaan. Ik weet niet of het waar is. Daarom zeg ik heel voorzichtig. Ik heb gehoord over een geweldige bungalow voor de president in een of ander project. Ergens aan de Quatta, geloof ik. Een huis ergens in Zuid voor de First Lady. Een huis daar en een huis hier, ook meneer de vicepresident kies also. Dus het is gewoon niet te doen. Het zijn allemaal geruchten. I don't know if it is true. Maar het zijn geruchten. Suriname is klein, dus je moet wel naar je rook kijken om te zien waar die vlam is. Kleine samenleving. Je kleine samenleving, hoor je veel. En daar hebben ze lak aan. Daar hebben ze lak aan, anders zou je dingen niet openlijk doen. Nee, we hebben dat gehoord van mevrouw meester Jennifer van Dijk Silos, een van de trekkers van Passie voor Suriname. U mag tot slot natuurlijk de kijkers, misschien heeft u een boodschap voor de samenleving. Onze jeugd, we merken de laatste tijd heel veel vechtpartijen, ja. En jeugdige criminelen en dat soort zaken. Heeft u tot slot een boodschap voor ons, voor de samenleving? Kijk, wat je die uitwassen van de jeugd, hebben te maken zijn gevolgen van de frustratie van hun ouders weer, van de huidige situatie. En eigenlijk moet dit land in therapie. Mensen zijn gefrustreerd en zo. Ik probeer echt een beroep te doen op ieder. Al heb je, ben je arm, alpinaria. We hebben in vroegere tijden, in de jaren 40, 20, 30, 40, 19, zoveel, hebben we ook vreselijke pina gehad, de prasossers en zo zijn bekend. Maar er was een orde, er was geen chaos. En dat heeft te maken met je kracht. Esteem yourself, maak jezelf krachtig, empower jezelf. Je zal denken, ja, die vrouw is makkelijk praten, het is niet waar. Als ik mezelf niet had empowered, was ik er ook onder doorgegaan op bepaalde momenten. Je moet jezelf empoweren. En je empowerment gaat maken dat je out of the box gaat denken om verder te gaan. Op het moment dat je jezelf als slachtoffer ziet, ben je overgeleverd en word je steeds zwakker. En dat is wat nu gebeurt in onze samenleving. Daarom gaan we allemaal kapot. Maar zoals je aangaf, wij moeten uit de crisis. We moeten uit de crisis, absoluut. En dat kunnen we alleen doen met het volk. Niet de regering gaat het doen. Regering samen volk. Goede regering samen volk, laat me dat zeggen. Een geweldige regering samen met het volk. Die haalt ons uit de crisis. Duidelijke taal van mevrouw Jennifer van Dijk Silos, kijkers. Op deze vrijdagmiddag heeft het gehoord. Passie voor Suriname die gaat door. Die werkt hard om het bewustwordingsniveau onder de burgers te verhogen. En mevrouw Van der Silas die maakt zich nog steeds zorgen over de ontwikkeling in ons land. Onze politici, de leiders, die nog steeds enkele zaken doen die niet bevorderlijk zijn voor ons land, geeft ze aan. Heeft dat gehoord, kijkers van Kulturo TV? We danken u voor deze uitzending, voor uw aandacht. En we zijn later op de dag wederom in uw huiskamer met nog een ander vraaggesprek. Blijft u ons volgen, Kulturo TV. Dit was Belfort. Nou, als het druk.